In een 8-pagina stellend interview met Psychologie Magazine onthult Fidan Ekis haar innerlijke strijd, neurotische trekjes en serieuze angsten. Ze deelt openhartig over haar bezorgdheid als haar zoontje alleen over straat loopt, onthult haar angst voor autorijden na een ernstig ongeluk in Turkije en blikt terug op haar pijnlijke scheiding van journalist Wierd Duk. Echter, te midden van deze persoonlijke bekentenissen, zwijgt Fidan plotseling. BN'ers zoals Fidan weten dat hun opvallendste uitspraken in de media worden uitgelicht, en toch lijken ze verbaasd als deze uitspraken vervolgens breed worden besproken. In het interview beklaagt Fidan zich over de manier waarop haar woorden worden omgevormd tot klikbij, vooral als het gaat om haar privéleven en haar zoon, Ferhan. Een specifiek onderwerp waar Fidan terughoudend over wordt, is haar concerende ouderschap met haar ex-man Wierd Duk. Eerder deelde ze openlijk dat Ferhan in principe ieder weekend bij zijn vader is, maar nu trekt ze een grens. Ze wil niet langer praten over de scheiding of hoe ze samen voor hun kind zorgen, omdat ze begrijpt dat deze delicate kwesties niet geschikt zijn voor publieke discussie. Fidans ervaringen benadrukken het dilemma waar veel bekende personen mee te maken hebben, de behoefte aan openheid versus de druk van publieke opinie en media-aandacht. Het lijkt erop dat Fidan, na haar oprechte bekentenissen in dit interview, de waarde van privacy heeft herontdekt.